De warmtepomp van Annemarie Jorritsma en haar echtgenoot is illegaal. Jorritsma vroeg alsnog een ontheffing aan voor de boringen die daarvoor zijn verricht, maar de provincie wees dat verzoek af. De bezwaarschriftencommissie hoorde vandaag beide partijen. Gerlof Jorritsma wilde niet voor de camera reageren. Bij monden van zijn advocaten bracht hij in dat er drie redenen zijn waarom er alsnog een ontheffing moet worden verleend voor het boren voor de waterpompinstallatie onder zijn woning. Ten eerste, het is een zeer milieuvriendelijk systeem. Ten tweede, er is tot de tweede laag kleilaag geboord en niet tot de derde, zoals de provincie beweert. En het derde argument is dat Overgooi is een stedelijk gebied en daarom zouden de grenzen voor het beschermingsgebied kleiner moeten worden, zodat er geen boringsvrije zone meer geldt voor Overgooi. De provincie is het hier helemaal niet mee eens. In het gebied waar Jorritsma woont, staat de provincie simpelweg zulke diepe boringen niet toe. Er is geboord tot ongeveer 37 meter volgens de opgave van de familie Jorritsma. En dan zit je in dat beschermend pakket waar het drinkwater in zit. En dus vinden wij als provincie dat er niet geboord mag worden. Dat Overgooi een stedelijk gebied is, doet volgens de provincie niet ter zake. Ja, maar daar maakt de advocaat van de heer Jorritsma eigenlijk een denkfout. Hè. Dat is ook wat wij als provincie betoogd hebben zojuist. Het gaat er niet om wat er boven de grond gebeurt, maar wat er onder de grond gebeurt. Onder de grond zitten die beschermende lagen, die willen wij beschermen. En als vervolgens het stedelijk gebied zich uitbreidt, die ondergrond blijft hetzelfde en moet beschermd blijven. Het college van gedeputeerde staten beslist over ruim 6 weken of er alsnog een ontheffing wordt verleend.